Helemaal leuk te kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 1 april, tweede paasdag en mijn verjaardag. Oh wacht, Celine belt me. Ik denk voor mijn verjaardag, dus ik ben zo bij jullie terug. Dat was dus inderdaad Celine die mij belde. Ondertussen heb ik ook al mijn sportlegging aangedaan. Ik moet alleen nog even een andere top aandoen, want ik had net eventjes foto's gemaakt voor mijn verjaardag. Ik had het eigenlijk niet gedaan. Ik denk, ik had niet zoveel zin in het jaar mijn verjaardag. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik weer ouder word en denk, ik wil hem niet ouder worden. Want ik ben nu 22 geworden. En het hoeft niet van mij. Maar het gebeurt. Dus ik heb toch nog wel even leuke foto's gemaakt voor mijn verjaardag. En nog een heel leuk filmpje ook. Maar mocht je het leuk vinden, staat het op mijn Instagram. Want ik ga ook een kortingscode geven die alleen vandaag geldig is. Voor mijn verjaardag van 15% korting. Dus dat ga ik er nu gelijk even opzetten. Maar ik ga ook alsnog gewoon even sporten. Want ja, dat moet ook gewoon gebeuren. En gisteren heb ik veel gegeten toen we naar Thuishaven gingen. En vanochtend heb ik natuurlijk ook weer taart op. En vanavond gaan we uit eten. Dus ik wil toch gewoon nog wel eventjes sporten. Dus dat ga ik nu sowieso doen. En ik heb ook mijn cadeautjes al gekregen. Nou, van mijn ouders had ik al de helft gehad van mijn Gucci tas. Die bruine die ik heb. Die had ik vorige keer al van hun gehad. Maar ik heb alsnog nog 50 euro gehad. Voor een bril die ik wil kopen. Dus die kon ik erbij leggen. Van Rick. Ja, het ziet er ook echt super leuk uit wat ik nu aan heb. Van Rick heb ik deze gehad. Die wilde ik echt heel erg graag. Die kleurtjes ook. Echt super leuk. En van Rick's ouders heb ik ook al mijn cadeautje gehad. Ik zal ze even pakken. En dat zijn dus ook Adidas schoenen. En ook precies een kleur. Die ik heel graag wilde. Ik wilde twee paar heel graag. En dat is precies deze twee. En dat is deze kleur. Dus hier ben ik helemaal blij mee. Dus ja, ik ga nu lekker sporten. En daarna ga ik waarschijnlijk met mama even... wow, dit is echt een heel lang verhaal. Naar de leenbakker, Quantum, dat soort dingen. Want we zijn boven bij Jwennis Store het kantoor aan het aanpassen. De muur wordt ook roze, halve muur. Superleuk, daar zijn Rick en papa nu mee bezig. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning van vandaag. Ik kom net terug van de sportschool. Ik heb me gelijk even omgekleed. Het was weer zo extreem druk daar. En dan vind ik het gewoon niet leuk sport, want ik moest op een apparaat. En jongen was daar van het begin tot het einde op. Dus heb ik het eigenlijk ook niet gebruikt. Maar ja, niks aan te doen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb weer lekker een trui aangetrokken. Dat is echt lang geleden. Maar dan hoef ik geen jas aan. Spijkerbroek van de Zara. Mijn nieuwe schoenen die ik van Rick's ouders heb gehad. En deze Gucci tas. En dit is die tas die ik toen voor de helft van mijn ouders had gehad. Even mijn telefoon. Ik heb alleen nog mijn portemonnee. En nu gaan we dus even kijken voor leuke dingetjes voor op het kantoor. Om het een beetje op te vrolijken. Maar als het goed is, de muren. Of zijn de muren al wit? Wit, roze. En volgens mij ook best wel heftig roze. We zijn nu op de zaak en de muur is roze. Oh, ik wil het echt niet over zoals in het echt. Maar kijk. Dit is wit en dan is dat roze. Alleen op beeld lijkt het heel licht roze en het echt is het wel iets feller. Ja, nu staan de bureaus allemaal zo. Maar we gaan even wat leuke dingetjes halen. Want dit gaat daar staan en deze gaan hier. En we krijgen dus ook weer een raam hier zo. Daar hadden ze toen een keer een muur voor gebouwd. Maar die is er dus uitgehaald. En er komt dus een groot raam dat je de dingen open kan doen. Dus ja. Helemaal leuk. Ik kom net weer thuis. Mijn zusje is ook net thuis gekomen. Ik heb van haar geld gehad voor mijn verjaardag. En deze bloemen. Oh my god. Ik zei, ze zijn net wel echte bloemen. Ik vind ze echt geweldig. Ik zei, hoe leuk om met mijn outfit en mijn blauwe schoenen. Ik wilde gelijk even een foto meemaken. We hebben niks kunnen vinden, helaas. We hebben wel wat leuke lijstjes voor mijn zusje in haar kamer kunnen kopen. Want die heeft haar kamer ook laatst veranderd. Ik zal het jullie even laten zien. Die hadden we bij de Quantum gekocht. Ja, bij de Quantum. Dus ik zal jullie die even laten zien. Die zijn wel heel erg leuk. Dit zijn de lijsten die we hebben gekocht. Ja, heel leuk. Love you! Echt schetig. Ik heb me omgekleed. Ik ben gelijk helemaal klaar voor vanavond. We gaan uit eten bij Chappies. Ik heb er zoveel zin in. Het eten is daar zo ontzettend lekker. Ik heb even andere sieraden omgedaan. Ik heb het kettingtje om van Jewelry by Jwenna. En de ketting
met die muntjes ook. Deze ring heb ik nu, maar er zit iets achter mijn ring, zie ik. Een witte pluis. Nou, dat doe ik zo wel, gaat er niet af. Deze ringen, ik heb ook het nieuwe armbandje om. Met al die, krauwtjes staan. Hoe leuk ook die kersen. En dit is wat ik zelf aan heb. Dat is, die spijkerbroek is van de Zara. Even dingen afhalen, ik weet er niet goed van. Dit blazer giletje is ook van de Zara. Daar heb ik gewoon zo'n kanten BH onder. Zoals je het ziet, dan zie je dat. Deze tas en mijn nieuwe schoenen eronder. Zo, we hebben weer langs de gracht geparkeerd. Het is echt een drama dat 30 rijden in de stad. Het is echt, ik zeg tegen Rick, als ik iemand aan zou rijden, zou diegene dan eens voelen zo langzaam rijden. Het is echt niet normaal, maar ik sta geparkeerd. 7,50 per uur. Mijn god. Maar het is hier aan de andere kant. Ik ben blij dat we überhaupt een plekje hebben. Het voorgerecht is er. Ik heb lekkere focaccia met truffel stracciatella. Die hebben we een paar keer genomen. Mijn vader ook. En Rick en mijn moeder hebben de mozzarella. Burrata gaat heel stuk heel erg lekker uit. De pasta is er. Ik heb de pasta met de wodka erin. Is het heftig? Nee, kaas maken voor papa. Oh, hij ziet al lekker uit. Oma zal het ook niet. En Rick die eet aan het zeuren dat hij honger heeft, zijn ze pizza van vergeten. Hé, hey, blijf eens af. Je hebt toch je bril op? Hier. We zijn klaar met eten en we gaan nu voor de tiramisu. Oh, die is zo lekker hier. Hé, Rick. Zo, liet je nou een boer? Ik hoorde zo. Dat van papa, dat kwam te boeren. Kijk hem lachen, vindt hij leuk hoor. Nee, ze zijn er wel bij. Niet een boer. Dankjewel, lekker hoor. Kijk dan. Oh, ik zoom in. Dit is niet normaal. Ik wil jouw reactie wel. Helemaal niet. Hij is lekker, hè? Ja. We zijn ook heel origineel met z'n allen. Iedereen heeft tiramisu. Heerlijk, op deze manier. Zo, we gaan nu weer naar huis. Ik heb mijzelf misselijk gegeten van die tiramisu. Ik ben letterlijk misselijk. Maar het was wel echt heerlijk. Om echt naar buiten viel mijn oma nog bij van het opstappie. Twee keer toe. Twee keer. Ze pakte hem al vast. En toen ging ze. En toen ging ze naar de wc. Oh. Dus oma, als je het kijkt, je bent waarschijnlijk weer aan het lachen. Daarom. Nu rijden we weer naar huis. Ik heb gewoon 20,50 euro voor 2,5 uur parkeren moeten betalen bijna. Nee, langer. 7,50 euro was dat? Ik weet niet precies. Maar het was aardig weer wat geld. Dus ja, ik slaap lekker bij Rick vanavond. Want Rick gaat 2 weken weg werken. Het is vandaag dinsdag. Eigenlijk is het al dinsdagavond. Maar ik film even dit stukje voor midden in de vlog. Want ik ben helemaal de ochtend vergeten te filmen. En anders begin ik ineens heel raar de dag. Maar voor nu even. Het is dinsdagochtend. En nu gaan we naar dinsdagmiddag. Waar we op de zaak mijn verjaardag vieren. In de Nou, als dus iemand jarig is hier zo, of jarig is geweest, dan wordt er gezongen. En ik had eigenlijk al door, had ik mijn camera gepakt. Want Stacy werd geroepen. En het was, Stacy, kom eens. En ik, Stacy werd nog nooit geroepen. Dus ik was mijn camera al aan het zoeken om te filmen. Maar ik heb lekker Red Velvet taart gehaald. Ik ga denk ik een mini stukje nemen. Eigenlijk wil ik niet, maar ik ga het toch doen. Ik ben ja, dus dan moet ik wel. Lijkt dat jij het wist. Ja, natuurlijk wist ik het. Maar Stacy werd dus geroepen. En ik gelijk zoeken waar mijn camera was. Mijn oma was weg. Iedereen was boven me weg. En tegelijkertijd zijn ook mijn kaartjes binnengekomen. Maar ik moet ze nu openmaken om zusje tot ze zien. Kijk, ik had dus weer een nieuw kaartje nodig. Volgens mij waren op. Dus Madelie, die hier stage loopt, die heeft een paar kaartjes gemaakt. Even kijken hoor. Deze, ik zal ze zo even beter laten zien. Wacht, ik ga ze wel gelijk uithalen, want je ziet ze niet. Kijk, dit is het eerste kaartje. Dan ook deze. Oh, die is ook leuk. Dan deze met een foto van mijzelf. En dan als laatste deze. Dit is mijn favoriete. Het is onderhand alweer 22:00 PM. Ik ben echt na werk. Nee, ik was na werk thuisgekomen en ik was zo moe. Ik
Ik wilde eigenlijk gaan sporten. Ik moest eigenlijk ook sieraden maken. Ik heb wel mijn vlog bewerkt en geüpload. Ik ben alleen nog maar online te komen dan donderdag. Maar ik was zo moe. Ik denk dat ik in lange tijd niet zo moe ben geweest. Ik weet niet waarom, maar ik was echt kapot. Nou ja, het was ook echt een lange dag en er moest heel veel gedaan worden. Maar alsnog ben ik nog nooit zo moe geweest, denk ik. Maar het is 10 uur. Ik ga lekker mijn tanden poetsen en dan ga ik slapen. Morgenochtend ga ik wel sporten, want dan vind ik het alweer jammer dat ik niet meer mee sporten. Maar ja, het is wel niet erg om een keer niet te sporten, want anders ga je het ook niet volhouden als je het elke dag maar moet van jezelf. Maar ja, ik ga dus even mijn tanden poetsen en dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag is het vandaag. Ik heb me even klaargemaakt. Ik ben net wezen sporten. Ging super goed. Het was weer billen- en benendag. En ik heb een... Ik vind het niet zo leuk, maar ja. Ik doe het wel, want ik merk dus sinds ik aan het afvallen ben dat ook mijn billen minder worden. Ja, daar doen we niks aan. Dus mijn billen mogen echt niet kleiner worden. Dus ik zat 2 keer sowieso in de week in de sportschool mijn billen te trainen. Oh, ik was gebeld. Nou, in ieder geval, ik weet niet meer waar ik was, maar ik ben me nu even aan het klaarmaken. Mijn moeder was met mijn oma, of die is met mijn oma, is met het ziekenhuis. En mijn oma moet geopereerd worden, dus daar zijn ze nu met gesprekken bezig of zo. Maar ze zijn al eerder klaar dan verwacht. Dus dan ga ik samen met mijn moeder in Amsterdam wat dingetjes bijhalen. Normaal kom ik natuurlijk niet in Amsterdam voor mijn sieraden. Maar af en toe ga ik daarheen. En nu zijn er dingen op die ik... nodig heb. Dus die ga ik er even bij halen. Misschien heb je dan wel wat leuke nieuwe dingen. Dus daar ga ik nu voor kijken. Oh, ik zit te zoeken waar mijn kast is. Ik heb ook een nieuwe broek aan van Joanne Store. Die hebben wij gisteren binnengekregen. Die komt denk ik volgende week of die week daarna online is voor jullie. Of hij staat nu al online of hij komt aankomende week online. Altijd als ik terugkijk naar mijn vlog, dan zit ik echt te deppen voor mijn leven. Alsof ik door mijn hoofd heen wil. Maar ik zal jullie even de nieuwe broek laten zien. Hij is echt heel erg leuk. Ik zie dat ik geen minuten meer heb om te filmen. Dus ik laat hem heel even snel zien. Maar dus is een linnen broek. En die hebben dus in 5 verschillende kleuren. Hoe leuk is die? Dus die komt binnenkort online. Kijk, dit is dus de broek. We hebben hem in 5 verschillende soorten kleuren. We hebben hem ook nog eens in het groen, wit, donkerbruin en in het zwart. De witte heb ik ook alvast meegenomen. Die schijnt wel een klein beetje door. Dus dat vind ik heel erg leuk voor dadelijk in de zomer naar het strand of zo. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar met huidskleurig ondergoed valt het heel erg mee. Dan zie je haast niks. Dus ja, ik ben helemaal blij. Want deze broeken zijn dus echt super lang. En het is echt perfect als je 1,80, 1,85 bent zelfs. Zouden ze ook nog goed zitten. Dus ja. En mocht je natuurlijk kleiner zijn, kan je ze altijd in laten nemen. Maar ik ben helemaal blij met deze broek. Ik ben ook echt dit gaan opruimen. Dit zijn al mijn sieraden. Elke keer als ik thuis kom, dan leg ik het hier neer en denk ik, ik ruim het dadelijk wel op, maar dit kan echt niet meer. Dit moet ik echt gaan opruimen. Ik draag ook best wel vaak, voordat ik zeg maar mijn haar moet wassen, een strakke knot. En dit spul, dat heb ik dus sinds kort dat we naar Duitsland zijn geweest. Bij de DM heb ik dit gekocht. DM heet het toch? Dat is goed, wel. Heb ik dit gehaald. Dus zo'n borsteltje wat je door je haar heen kan halen. Dus dat zullen best wel veel mensen het al kennen. Maar daardoor hoef je dus niet elke keer met zo'n pot gel. En dan in een borstel of met een tandenborstel. Dit is echt top. Kijk, zo ziet het eruit. En dan kan je dus gewoon zo door je haar heen gaan. En dan zit het dus super strak. Ik ben hier echt heel blij mee. Want ik gebruik het echt zo vaak. Ik heb zo vaak van die plukjes hier. Wat echt heel erg irritant zit. Dus ja, heb ik nu geen last meer van. Ik ga nu nog even wat bestellingen pakken, want mijn oma komt nu om ze weer in te pakken. Zo fijn dat ze altijd gewoon lekker mijn bestellingen inpakt. Ze vindt het ook leuk om te doen, maar het scheelt mij ook zoveel tijd. Want met de paasactie hadden we ook zoveel bestellingen. En dat had ik allemaal morgen niet, of gisteren niet kunnen inpakken. Dus dat heeft zij allemaal gedaan. Dus die ga ik nu even pakken voor haar, dat zij ze allemaal in kan pakken. Iemand die heeft allemaal bloemringen besteld. Ik denk letterlijk alle bloemen die ze heeft besteld zijn bloemetjes. Er gaat er ook eentje vandoor. Met deze bestellingen ben ik altijd benieuwd of ze dan ook echt alles houden. Want ze hebben natuurlijk met FTP betaald, dus River Tea. Dus
Ja, ik hoop dan niet dat ze denkt, ik ga alle bloemen bestellen en dan kies ik voor Rivetti. En dan kijk ik wat ik leuk vind en dan stuur ik het terug. Ik snap het aan de ene kant ook wel weer, maar aan de ene kant is het ook vervelend. Want Rivetti, FTP, dat kost wel meer dan Ideal. Dus direct betalen voor onszelf. Maar ja, het is niet anders. Gestopt bij het tankstation. Mama wilde lekker Starbucks halen en ik was in het rood. Ik haalde het nog maar net. Maar ze hadden hier ook van die vers rechte broodjes. Dus ik hoop dat die lekker is. Ik heb een broodje kwartje genomen. Het ziet er wel lekker uit. Ik hoop alleen dat ze wel een beetje saus op wilde halen, want het is zo droog altijd. Ja. Zo, het is onderhand alweer 3:30. We zijn klaar hier zo. Ik heb niet zoveel kunnen kopen. Eigenlijk alleen maar aanvulling en wel wat nieuwe dingen. Maar eigenlijk niet zo heel veel. Ik vond het niet zo wel leuk. Nu rijden we naar huis. Ik hoop niet dat er te veel file staat. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Ik denk dat we heel even nog langs de zaak rijden om alle spullen af te gooien. En dan zit de dag er weer op. En vanavond moet ik heel veel sieraden bij maken. Want het is eigenlijk uitgekomen. Ik heb een auto daar. Is dat mijn auto nou? Eén verder, oh ja, één verder. Zo, ik ben weer terug thuis. Het was aardige file. Het was... We hebben er best wel lang over gedaan. Ook heb ik net op vanochtend, toen ik even de bestellingen ging inpakken, toen ben ik langs de kledingmaker bij ons gelopen. Want ik had broeken langer laten maken. Ik had deze bij de H&M gekocht. Dit vind ik echt zo leuk. Een soort pyjama-achtige vibe geeft het een beetje. Maar er zat aardige zoom in. Dus die heb ik eruit laten halen. Dus nu is de lengte echt perfect. En ik heb die ook in het beige met een zwarte streep. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik zal ze zo even aandoen. Mijn moeder had die blauwe ook. Alleen dat scheelde al zo'n stuk. Ik heb die broeken toen ook in het wit gepast. In het zwart. En die kwamen echt gewoon zo'n stuk boven mijn enkel. En deze konden zeg maar, die hingen bijna op de grond. Hoefde ik ze alleen nog even langer te laten maken. Waren ze perfect. Maar sommige broeken, ik denk dat sommige broeken gewoon 10 centimeter scheelden van de ander. Het is dan zeg maar hetzelfde model. Hetzelfde maat. De H&M maat zijn zo raar. Want ik had eerst een broek aan in een M. Die was veel te klein. Toen ging ik een L passen, was die weer echt veel te groot. En toen ging ik weer een andere M passen. Die was dan weer groot. Dus vaag. Maar ja, hier ben ik helemaal blij mee. Ik zal ze even aan doen. Laat ik ze even zien aan jullie. Kijk, dit is de broek. Hoe leuk is die? Lengte is nu dus ook echt perfect. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik heb een superleuk truitje dat hierop kan. Ik had dit dus vorig jaar al op Pinterest gezien. Maar toen kon ik niet zo'n broek vinden. En nu heb ik hem dus gevonden. Dus nu kan ik helemaal mijn outfit afmaken daarmee. Kijk, dat is deze. Deze is van de Mango van vorig jaar. En hoe leuk is het dus hierop. Mijn moeder heeft dus deze in een oversized t-shirt. Precies dezelfde. En ik had hem dus in een topje. Dus ik heb mijn moeder kunnen helemaal twinnen. Want zij heeft hier een t-shirt van. Dus ik zie ons al lopen met dezelfde outfit. Dat kan echt niet. Kijk, en dit is dus de andere. Ook echt heel erg leuk. Ik ben echt blij dat ik eindelijk linnenbroeken heb. Die goed zijn qua lengte dus ook. Want linnenbroeken zijn altijd te kort voor mij. Dus ik zal jullie even de code van de broek laten zien. Maar hou dus wel rekening mee als je langer bent. En ik ben 1,78. Maar als je dus langer bent, dat de lengtes heel erg kunnen verschillen. Kijk, dit is de code. Waar is je nou? Oh, hier zo. Kijk. Dit is hem. En ik vond hem ook echt niet duur. Oh my god. En ik zie ineens dat ik deze blauwe schoenen natuurlijk heb. Dat is denk ik ook echt heel leuk hieronder. Het is onderhand alweer 10:00 s'avonds. Ik ben kwarkcake aan het maken. Ik had het op TikTok gezien. Maar dan met smoothies erop. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb gewoon die kwarkcake verpakking gehaald. En daar hoefde ik alleen wat dingetjes bij toe te voegen. Het is over 3 minuten klaar. Die ga je dan denk ik morgenochtend proeven, want ik heb net mijn tanden gepoetst. Dus dat kan ik nu helaas niet meer doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ja, donderdag. Ik moet elke dag weer nadenken welke dag het is. Ik ben even sokken aan het pakken. Ik heb vanochtend gesport. Dat ging weer super goed. Even kijken hoor, het was gelukkig wat rustiger dan normaal. Het is altijd zo erg druk, maar gelukkig viel het nou wel mee. Ik ga vandaag wat content maken voor mijn sieraden webshop. Gewoon wat ik heb hele top mee. Gewoon voor wat oudere dingen, zeg maar. Ik ben echt van alles tegelijkertijd aan het doen. Het gaat niet. Dus dat ga ik vandaag doen. Deze week heb ik geen nieuwe collectie. Want ik dacht, dan ga ik gewoon allemaal nieuwe foto's en filmpjes maken met de spullen die ik al heb.
Dus dat ga ik doen. Dit is wat ik aan heb. T-shirt van de Zara. Spijkerbroek van de Zara. Deze schoenen doe ik eronder. En deze tas doe ik erbij. Ik ben nu de collecties voor aankomende weken aan het uitzoeken. Maar ik had natuurlijk helemaal niet gezegd dat wij over 2 weken... 2,5... Wanneer gaan wij? 20ste. 20 april gaan wij shooten in Ibiza voor het Venice Store en voor mijn sieraden. Dus we nemen ze alle twee gelijk mee. Ik ben die collecties daarvoor ook al aan het uitzoeken. Ik zal jullie wel even snel zo iets laten zien. Dit zijn allemaal dingetjes die dan online komen. Ik ben ook voor andere weken vast dingen aan het uitzoeken. Maar er komen echt hele leuke dingen online. De foto's gaan ook echt weer heel erg leuk worden, denk ik. Dus dat ben ik nu allemaal aan het uitzoeken. Ik kom net thuis van werken. Ik ging dingen verwijderen. En ik zie dat ik mijn vorige beelden heb verwijderd. 2 beelden. Maar volgens mij zei ik dat ik naar huis ging. En dat ik een pakketje heb van Avon. Eindelijk. Dus die kan ik even met jullie unboxen. Oh ja, en ik zei dat ik lekker zalm ging eten vanavond met broccoli en... Wat zei ik? Zoete aardappelfrietjes? Dat was hetgeen dat ik had gezegd in mijn vorige beelden. Maar ik had in de sale bij Ebel wat dingen besteld. Dus ik dacht, het is wel leuk om even aan jullie te laten zien. Als eerst heb ik, even kijken. Oh ja, een kort broekje besteld. Ik hoop dat ik een goede maat heb besteld. Een L. Oeh, hij ziet er wel groot uit. Dit is hem. Gewoon een simpel zwart broekje. Maar ik denk dat hij te groot is. Dus... Dan moet ik even zo passen. Dan had ik daarbij ook een topje. Ik weet niet of dit gelijk ook een topje is dat erbij hoort. Nee. Oké, volgens mij is dit het... Oh, joh, het wordt niet donker. Het topje wat erbij hoort. Het is gewoon een zwart topje. Maar ik dacht, het is wel fijn om te hebben. Dit is een elletje. En ik denk dat die wel goed is. Het is gewoon een makkelijk topje wat overal op kan. Dus die had ik bij dat korte broekje. Alleen ik hoop dat ik die pas. En dan had ik nog 2 kleuren sport outfits. In het beetje rood, paars en in het bruin. En van die alle 2 heb ik een legging, een korte broek en een top. Even kijken hoor. Dit is de top. Dit is een elletje. Ja, dat is denk ik wel goed. Dit is de donkerbruine kleur. En dan heb ik dus ook een legging bij en een shortje. Alleen, ik zag dus net dat het er best wel klein uitzag toen ik de shortje openmaakte. Dus ik hoop dat ik hem pas. Kijk, dit is hem. Maar het lijkt echt inimini. Dus ik hoop dat ik hem pas. En ik heb daar dus ook een lange legging gewoon bij. Dus dan heb ik een setje. En dit is de kleur. Echt heel mooi. Alleen lijkt het wel een beetje overbelicht op beeld. En dit heb ik dus ook allemaal precies hetzelfde. Maar dan in deze een beetje sherry kleur. Wat ik echt een hele leuke kleur vind. Dus ik ga het even passen. Ik hoop dat het allemaal goed zit. Kijk, dit is het topje. Die is sowieso goed. En het broekje is eigenlijk ook wel goed. Ik had verwacht dat die veel te groot zou zijn. Maar dat is die eigenlijk helemaal niet. Hij is echt top. Even kijken hoor. Kijk, dit is hem. Het is echt een lekkere dikke stof. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik dit rode setje aan. En ik denk dat ik hem wel mooi vind. Ik twijfel een beetje of ik het niet hier heel erg vind tekenen. Zeg maar dat hij heel erg zo loopt. Maar de kleur vind ik wel heel mooi. Ik ga heel even de lange legging passen. Kijken of die, hoe die zit. Kijk, nu heb ik die legging aan. Even kijken hoor. Nee, dat kan ik zo niet goed laten zien. Maar die heeft dus dat minder. Dat is zo tekend hier. Aan de, die badjassen, aan de onderkant. Dit vind ik wel echt een hele mooie kleur. Alleen die cups die erin zitten, die tekenen dus. Het lijkt net of je mijn tepels ziet of zo, maar die moet ik er even uithalen, want dat is echt geen gezicht. Maar ja, en dit hebben ze eigenlijk ook in die bruine kleur. In deze kleur dus. Dat vind ik ook echt een hele leuke kleur. Die zou ik ook nog even passen. Maar die zal ook wel goed zijn. Ik heb net eten gemaakt. Hoe lekker ziet het eruit? Ik vind het ook zo lekker. Het heet dus geen broccoli. Hoe heet het? Even in de prullenbak kijken hoor. Dit is dit. Bimi. Zo. Dat is wat ik heb gemaakt met salm. En heb ik allemaal knoflook opgedaan. Ik leg aardig wat op. Maar ik vind het zo lekker. En dan de zoete aardappelfrietjes. Heerlijk. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Gisteren heb ik helemaal niks gefilmd. Eigenlijk een beetje stom. Want eigenlijk was het best wel een leuke dag. Gisteravond ben ik met Keira naar 108 geweest. En hebben we lekker wat gegeten. En toen ook nog wat aardig wat gedronken. We zijn overal geweest. Was super gezellig. Mijn zusje die was uiteindelijk
ook nog. Dus we hebben zelfs in de skihut nog gestaan. Oh, ik heb zo gelachen. Ik ben dus ook echt goed door mijn enkel gegaan. Gisteravond voelde ik er eigenlijk niet zoveel van. Maar nu... Oh, dat komt waarschijnlijk door de drank. Nu voel ik het wel aardig. Even kijken hoor. Oh ja, gisteren heb ik mijn haar ook met de wafeltang gedaan. Ja, het is nou nog een beetje... Het is nu... Ja, het zit er nog wel in, maar... Ja, het is het niet helemaal meer. Maar ik heb nu een baby shower van Brit. Superleuk. Zo, ik ben even camera. Dus, ze krijgt een meisje. Dus ik dacht, ik doe de roze blazer aan van de Zara. Gewoon met een spijkerbroek en een wit topje. En dan denk ik gewoon weer mijn roze sneakers onder. Ik zal zo even laten zien wat voor cadeautje ik heb gehaald. Kijk maar. En verder vandaag niet zoveel op de planning. Wat wel nog wat nieuwe sieraden gemaakt. Dat zal ik jullie ook even laten zien. Kijk, dit is graag, of dit is wat ze graag wilde. Dat stond op haar lijstje. Behalve deze en deze. Is een handdoek met zo'n ruffel aan. Wat ik heel erg leuk vond. Deze vond ik gewoon heel schattig. Dit wilde ze. En er zit hier ook nog wat van zulke dingen in die ze graag wilde. Dus dat heb ik gekocht. Dan heb ik deze geweldige ketting gemaakt. Wacht, die laat ik even zo zien. En het is dus voor de Ibiza collectie. Die ik over 2 weken ga shooten op Ibiza. Oh mijn god, deze is toch geweldig. Die kleurtjes niet te kleurrijk, maar toch wel kleurrijk. Ik heb ook deze witte ketting gemaakt. Vind ik ook echt super leuk. En nog een andere hele leuke, want die ligt al op de zaak. Oh ja, en bij die andere heb ik ook oorbellen gemaakt. Ja, mijn moeder. Mijn moeder maakt eigenlijk altijd de oorbellen. En ik maak eigenlijk altijd de kettingen. Even kijken, kijk. Deze oorbellen met dan dezelfde bedeltjes als die kleurrijke, ketting. Dus dat past helemaal leuk bij. En voorbij die witte heeft mijn moeder deze gemaakt. Dit is toch ook te schattig. Dus helemaal blij hiermee. En ik moet nog wat meer dingen maken voor de Ibiza collectie. Die ik dan online wil zetten. Maar dit is in ieder geval een begin. En dan nog eentje, maar die heb ik alleen hier niet liggen. Maar die is ook... zo ontzettend leuk. Maar ik vind sowieso de sieraden die ik nu maak heel erg leuk. In het begin verkocht ik het niet zo heel erg goed. De handgemaakte sieraden. Want het is natuurlijk een stuk duurder dan wat ik verkocht. Maar ik merk wel dat ik eigenlijk heel veel bestellingen zijn nu handgemaakte sieraden. Van mijn handgemaakte oorbellen verkoop ik heel erg goed. Kettingen trouwens ook. Maar in het begin verkocht ik gewoon minder. Ik had natuurlijk ook niet zo heel veel. Maar nu... Ja, ik denk dat mensen ook meer gewend zijn aan de prijs. Want ja, handgemaakte sieraden zijn natuurlijk gewoon een stuk duurder. Want en er zit veel meer tijd in. En je koopt alle losse bedels en kettingen en alle dingen die erbij horen. Dus dat is gewoon een stuk duurder. Maar alsnog probeer ik het zo goedkoop mogelijk te houden. Want ja, ik vind 90, richting de 80, 90 euro voor een ketting vind ik gewoon bizar veel geld. Dus ik probeer het gewoon zo goedkoop mogelijk te houden. Maar toch wel dat ze heel erg leuk zijn. Dus hier ben ik helemaal blij mee. Nu gaan we nog even verder klaarmaken. Tanden poetsen. En dan kunnen we gaan. Ik ben trouwens ook echt mega misselijk van gisteren. Dus ik heb wel niks gegeten. Maar ik heb wel honger. Maar ik durf niet te eten. Ik ben echt misselijk. You look very pretty. Wat heb jij aan vandaag? En jij Puk, vind je het mooi? Ja, Pimo. Zit die boek in de grijp? Nee, leuk. Kijk, ik moet dus babyfoto's meenemen. Oh, dat moet ik niet vergeten. Ga ik pakken. Dit is mijn zusje. Hoe schattig is dit? En dit is mijn moeder. En dit was ook... Vee verslaafd in ons huis allemaal. En dit is ook mijn moeder. Oh, dit is toch te schattig. En dit is de babyfoto van mij. Hoe leuk is deze? Mijn moeder deed ook wat we ons kuifjes maken. Oh ja, waar zelf ook. Heb jij je hebt nee, foto had je nog een paar. Je had ook kuifie. Ja, mijn kuifies. Ik ben weer terug van de baby shower. Ik ben helemaal gesloopt. Oh, de 4 uur slaap heeft me niet goed gedaan. Maar het ziet er ook leuk uit zo. Ik wil wat zeggen. Ik weet het niet meer. Baby shower was echt super leuk. Britt heeft allemaal leuke cadeautjes ook gehad. Was ik auw. Auw, ik ben mijn enkel aan het bewegen, maar die doet zoveel pijn van die val.
wat wou ik zo zeggen? Dat de baby shower geslaagd is. Het is niet echt een mooie angle om te filmen dit. Ik ga denk ik even een tukje doen of zo. Zo, ik ben helemaal gesloopt. Ik ga lekker noedels maken met biefstuk. Dit heb ik op TikTok gezien. Ik gebruik deze noedels. Dan doe ik er ook uitjes in, knoflook, boontjes doe ik erin, bosui. Ik heb biefstuk alvast gesneden. Die ga ik zo eerst in de pan bakken. En dan moet er daarna nog sojasaus bij en nog oestersaus. Dus dat ga ik nu even maken. Dit is het dan geworden. Ik was wel aan het eten. Het is echt heel erg lekker. Het is eigenlijk heel simpel ook. Het is echt binnen 10 minuten gemaakt. Dus dit ga ik nu lekker eten. En Essie is lekker iets anders. Zo, het is zeker vet inderdaad. Oh, ja. Oh, yo. Ik heb weer lekker mijn badjes aangedaan. Maar ik had gisteravond nog een bestelling van Gymshark binnengekregen. Dus die wilde ik jullie nog even laten zien. Ik heb dit hele leuke shortje binnen. En er zit een bijpassende top bij. En die valt dan even kijken. Zo. En die heeft dan hier van die bandjes in je nek. Vond die kleur ook heel erg leuk. Dan heb ik deze top besteld. Want ik heb al deze legging hiervan. En ik heb alleen een lange mouw top op. En ik vind dan een korte ook wel chill nu helemaal dat het lekker de weer wordt. Deze top, die vond ik ook wel heel erg fijn. Gewoon een witte. Want ik heb eigenlijk helemaal geen witte bovenkantjes. Dus die. En een oversized t-shirt. In het zwart en wit. Deze had ik al genomen. In het wit. Alleen vond ik de maat eigenlijk net te groot. Mag ik het toen laten zien. Maar nu had ik hem laatst aanvullen. Ik had hem aan Rick gegeven. Of die heeft hem toegenomen. En toen vond ik hem eigenlijk de maat toch wel goed. Dus ik heb hem nu in het zwart en in het wit besteld. Want dit is altijd fijn, gewoon die even t-shirts. Dus ja, dat is wat ik besteld had. Het is vandaag zondag. Ik ben net klaar met sporten. Ik heb me gelijk klaargemaakt. En nu ga ik even met mijn zusje en mijn moeder naar de stad. Ik wil bij de Stradivarius een topje kopen. Ik heb nu deze trui aan van de Swinner Store. Broek van H&M. Mijn schoenen van Adidas. En mijn kettingen en sieraden natuurlijk weer van Jewelry by Joanna. Oh. Ik heb dus nu weer dat pluimpje erop gedaan. Dus ik hoop dat de wind nu minder erg is. Want eerst had ik daar echt heel erg last van. Dus ik hoop dat jullie me nu horen. Maar ik ben bang van niet. Kijk hoe ik vanmiddag mijn auto heb geparkeerd. Dat is echt een inimini plekje. Maar ik paste er nog net tussen. We zijn nu bij de zaak. Het is zo ontzettend leuk in de stad, maar het is natuurlijk heel erg lekker weer. Maar ik had deze zien die ik heel leuk vond. Alleen moet ik een elletje hebben, want het is stretchen. Ik denk dat hij dan een beetje strak zit, dus je hebt even gevraagd wat het wil. En dit douche vond ik wel heel erg leuk, mijn moeder zag deze. En deze ook wel leuk met een denim shortje of zo en dan een blauwe Adidas in de onder met een blauw streepje in. Dus die heb ik voor nu. Ik heb nu het giletje aan in een M, maar ik twijfel of ik hem niet te strak vind. Misschien bij mijn armen een klein beetje. Maar het zou op zich wel kunnen. Maar ik weet niet, ik twijfel. Ze hadden wel nog een L, maar het zou echt een half uur duren dat ze die gepakt hadden. Dat het zo druk is. Dus ja. Dan heb ik dit hele leuke blouseje aan. Die mouwtje moet even gestrikt worden, maar voor het idee. Die neem ik ook sowieso, want die vind ik ook echt mega leuk. Dan heb ik die blouse aan. Ook heel erg leuk op die broek. Nee, maar dit vind ik wel heel erg leuk over een bikini heen of zo. Ik ben normaal niet echt een blouse type. Oh, het ligt elke uit. Maar zeg maar met een roze bikini misschien eronder. Of een blauwe. Vind ik het denk ik wel leuk. Dan heb ik dit topje nog. Het is een zwart topje met glitters. Alleen, ik weet het niet. Ik vind het dus wel leuk voor de zomer. Oh, kaartje aan het huis. Voor een festival of zo. Dat het echt warm is. Maar ja, ik ben hier. Maar ik weet het niet. Ik heb uiteindelijk ook nog het witte giletje gepakt. Maar ik twijfel een beetje over deze. Ik heb hem wel iets strakker gemaakt aan de achterkant. Want anders is hij zo breed. Maar nu tailleert hij iets meer. Maar ik weet het niet. Wij zitten nu bij 108. We hebben even wat kleine hapjes besteld. Dus die gaan we zo eten. Het is wel al 5:50. Dat was eigenlijk gewoon even als klein. Ik denk dat ik wel gewoon avondeten wil eten. Want als ik er zoveel vet zitten eten hier. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, want dat heb ik vrijdag ook al gedaan. En ik zit nu al een week, anderhalf week op hetzelfde gewicht. Dus omdat ik dus best wel wat eet. Dus ik moet weer even minder eten. Maar ik heb ook expres water genomen. Ik heb nog een hele leuke bikini trouwens gekocht bij de
hoe heet het? Salvarius. Ik heb het thuis laten zien, dat is echt heel erg leuk. Het eten is er. Dit is de sushi, gyoza, biefstukpuntjes en de carpacciopuntjes. Ik ben weer thuis. Ik moest voor een video snoepjes proeven. Dat is natuurlijk niet erg. Ik heb ook deze goed. Die waren super lekker. En deze. Ik ben eigenlijk niet echt een snoepeter. Maar deze waren echt super lekker ook. De video is voor TikTok. Ik had wat snoep opgestuurd gekregen. Ik heb ook de fruit roll-ups uitgeprobeerd. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kun je best even die TikTok kijken. En nu ga ik de rest even opruimen. Want ik ga natuurlijk niet allemaal zitten opeten. Ik heb het alleen geproefd. Nu moet ik stoppen. Kijk, ik word dit allemaal opruimen. Oh ja, ik zal jullie de bikini nog laten zien. Ga ik even pakken. Kijk, dit is de bikini. Dit is het topje. En dit is het broekje. En ik vond hem echt heel erg leuk. Hij is dus gewoon van de Stradivarius. En eigenlijk koop ik altijd al mijn bikinis bij je label. Want die vind ik gewoon het mooiste zitten. Maar deze, ja, zat ook heel mooi. En hier ben ik echt heel blij mee. Want Monday Swimwear, voor mij heet dat zo. Dat is voor mij een buitenlands Amerikaans merk of zo. En die, ze koop ook bikinis. Zijn ook volgens mij heel mooi. Maar die vragen dus weer nog meer geld dan bij je. En die vragen voor mij echt 90 tot 100 euro voor alleen een broekje of alleen een topje. En ze hebben dus zoiets wat haar heel erg blij is. En die wilde ik eigenlijk. Dus die heb ik nu gescoord. Daar ben ik helemaal blij mee. Ik ben, zoals elke week, als het weer vergeten mijn weekvlog af te sluiten. Dus dat wilde ik bij deze doen. Ik hoop dat jullie deze weekvlog weer wat leuker vonden. Ik heb wel weer wat meer gefilmd, zag ik. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Mochten jullie dit een leuke weekvlog vinden. Ik moet even stoppen met zo snel praten. Merk ik. Ik praat altijd erg snel als ik enthousiast ben. Mochten jullie de weekvlog leuk vinden. Doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!